De leeftijd, hè? Het grijze kenteken is toch de oorzaak. Het is achterlijk veel werk, het kost enorm veel energie. En ik merk toch inderdaad, ouwe lul, ja, een beetje wel, hè, ja. Ja, een heleboel werk moet de deur uit. Het is zonde als we het niet doen, want ja, de realiteit is als ik het nou in de opslag doe, ook al kost een opslag 100 euro in de maand, dan over 5 jaar is dat, heb je het al over 6000 euro en dan het kan beter de deur uit. Ja, beetje weemoed, dat wel. We hebben hier natuurlijk ja, ons eerste liefde meegemaakt en heel hard gewerkt aan het bedrijf. Nou, 37 jaar. Zeggen we hier de huur op en dat doet een beetje pijn. Ik ben wel een beetje opgewonden zo van hoe gaat dit worden? Wat kunnen we misschien nog voor leuke projecten gaan doen? Willen we iets meer de ruimte krijgen om niet meer alleen maar geld te moeten verdienen, maar gewoon ja, wat meer eigen werk maken en samen leuke ideeën uitvoeren. Dus ja. Wat mag er van jou echt niet weg? Echt niet weg, ja. Je raadt het al natuurlijk, Marcel mag niet weg. En de werken mogen allemaal? En de werken mogen allemaal weg, ja.